Jochem, gefeliciteerd. Wat een gala voorstelling. Het was een mooie uitslag, 0-5. Ik denk dat we een beetje gelukkig waren dat we net voor rust die goal maken. Dat is natuurlijk prettig om zo de tweede helft in te kunnen. Maar ja, ik denk wel, als je de wedstrijd gevolgd hebt, dat we even 10 minuten nodig hadden om grip te krijgen. En dat we daarna ook inderdaad wel gedomineerd hebben. En van daaruit vind ik het wat ver om over van een gala voorstelling te praten. Maar we waren in ieder geval beter dan Achilles vandaag. Jullie leven nog? Ja, wat ik vooraf al zei tegen je. We hebben weer aansluiting gevonden. Maar ook nog niet meer dan dat. Dus volgende week de volgende degradatie kraken tegen AFC. Dan moet je eigenlijk opnieuw. Dat zijn natuurlijk, hoe noemden ze dat vroeger? 6-punten-wedstrijd, geloof ik. Hè? Want als je daar verliest, dan is het gat wederom groter geworden. Maar goed, we hebben in ieder geval ook bij TEC weer de aansluiting. En ik geloof dat de treffers ook achter stonden. Dus. Maar ja, we moeten vaker punten pakken dan alleen vandaag natuurlijk. Het is iets, we leven nog zoals je zegt, maar er is ook nog een hele lange weg te gaan. Er zijn wat jongens terug, zoals Tim die vandaag weer invalt. Hoe sterk zijn jullie? Kun je dat inschatten? Nou, met de terugkeer van Adam en Tim, dat scheelt wel wat, moet ik zeggen. Je ziet ook als Tim invalt dat er wat meer rust nog ontstaat in ons spel. En ook Adam, die brengt natuurlijk ook wel wat power bij ons voorin. Dus in die zin hebben we ook weer gewoon wat meer keuzes. Alhoewel vonden we dat we daarvoor met Lars en Damien ook helemaal niet zo verkeerd speelden. Maar goed, het geeft wat meer keuzes weer, dus dat is altijd prettig. Volgende week de derby. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, nou vooral als een hele belangrijke wedstrijd. Kijk, als je die wint, dan is het ook nog mogelijk om er direct in te blijven. Dus het is niet alleen een derby, maar het is ook nog eens een keer voor de ranglijst een hele belangrijke wedstrijd. Ik speel liever om niks dan om degradatie, dat zul je ook begrijpen. Maar goed, er staat iets op het spel en dat is altijd leuk om mee te maken, zou ik haar zeggen. Leeft dat nog extra binnen de groep, zo'n wedstrijd? Nee, dan geloof ik dat het wel meevalt. Ik geloof niet dat de Amsterdamse derby in het amateurvoetbal zo heel erg leeft bij spelers. Dat idee heb ik niet. Het gaat om overleven. Exact.